Fifty Shades of Grey. Na de boeken en na de film was er nu de eenmalige eendags pop-up in Antwerpen waar naar hart en lust erotisch kon geshopt worden. Tal van BV's, maar nog veel meer fans van de speeltjes stonden geduldig aan te schuiven voor de opening. Maar waarom trekt een dergelijke shop nu zoveel aandacht en volk? Nieuwsgierigheid misschien? We kunnen dat niet onder de noemer plaatsen, nieuwsgierigheid. Je kan het nieuwsgierigheid noemen. Voilà. Je bent heel nieuwsgierig. Ja. Je hebt al rode lippen, maar waar krijg je eigenlijk echt rode oortjes van? Oh, het is weinig dat mij choqueert. Heel weinig. Ik heb al veel meer... Wat is voor mij pikant? Dat is wel een heel goede vraag, maar ook wel een heel moeilijke. Wat is voor mij pikant? Als je echt zo de Outlander van Diana Gabaldon voor alle vrouwen... Oh, als je echt rode oortjes zo en wilt steamen, nee. Lees stil dan. Dan word je nat. Ik heb altijd zoiets van laat nog iets aan de verbeelding over. En dan vind ik het pas echt sensueel, seksueel en ook wel pikant. Daar kan ik nu niks zinnigs over zeggen. Ik bedoel, voor mij is sensualiteit eigenlijk het grote woord. Ik ben geen man van veel attributen, maar we willen het wel eens proberen, hè? Ja. Nee, ik zou je dat willen proberen. Ik wil die blinddoeken, die willen we wel proberen. Blinddoeken. Je hebt wel die extra... Eén zintuig minder, hè. En daardoor krijg je de andere zintuigen iets meer. Toch? Ik sta enorm voor openheid. Dus dat vind ik gewoon heel leuk eraan. En ik vond het ook heel plezant om er met mijn vriendinnen over te praten. En dan, je kunt dan een keer zeggen, heb je dat al eens geprobeerd? Of heb jij dat al eens geprobeerd? En dat daar zo... Dat je gewoon kunt toegeven van, ja, ik heb dat al eens geprobeerd. Ik vond dat maar niks. Of ik vond dat wel iets. Dat vind ik wel plezant eraan. Waar komt dat zweepje terecht? Ik denk voor mijn puber onder de knoot te houden nu op deze moment. Ik wil over alles praten, maar over mijn seksleven, daar heeft niemand iets mee te maken.